Dames en heren, welkom live vanuit Haarlem, vanuit de Pletterij, het enige en unieke centrum voor debat, cultuur, poëzie, politiek, muziek en ook het podium sinds april 2020. We gaan nu naar een jubileum binnenkort toe van de serie Goed Gesprek met een prominente Haarlemmer. Vanmiddag Koen van Meij over de grote BAVO. Heb je in Haarlem nou een grote en een kleine BAVO? Of hoe noemen jullie dat? De grote BAVO wordt over het algemeen de BAVO op de markt. De BAVO op de markt, de andere BAVO heeft zich nooit de kleine BAVO genoemd. Nee, hè? Nee. Die noem je gewoon de BAVO, nu, de kathedraal BAVO misschien? Die heet nu zelfs helemaal geen BAVO meer. Nee. Die heeft de naam weggedaan. Ja. Die heeft de koepelkathedraal genoemd. Ja, de koepelkathedraal. Maar hij staat toch wel bekend als de BAVO. Dat is de enige kerk die aan de heilige BAVO de heilige BAVO. Ja. Omdat het de patroon is van Haarlem. Hè? Ja, dat is natuurlijk waar. Nou, daar gaan we binnenkort de eerste week van april aandacht aan besteden via Wim Eggenkamp. Nu wil ik beginnen met een citaat. De burgemeester stond op de grote trap van de overvolle gravenzaal. We weten allemaal dat onze huidige kerk oud, gebrekkig en al jaren te klein is. Daarom heeft het stadsbestuur besloten nu eindelijk deze kerk te vervangen door een groter en moderner gebouw. Als één man kwam de zaal overeind en viel met een daverend Haarlem voor BAVO, de burgemeester bij. Vervolgens zwaaiden de deuren open en werden er kruiken bier binnengebracht. Ook dat werd met luide instemming begroet. Is dit een apocrief citaat, zelf verzonnen of bijna waar? Of? Dit zal zich niet zo voltrokken hebben. Nee. Maar ik wilde op de achterkant van het boek iets schrijven waardoor de mensen denken, god, dat zou wel eens leuk kunnen zijn. Ja. En dat Haarlem voor BAVO, als je dat gewoon op de kaft zet, dat is het niks. Maar als je er twee aanhalingstekens bij zet en een uitroepteken, dan is het een uitroep. Ja, het is ook de voorkant van zeker. Het mooie boek. En ik schets het ook even. Geworden, ik schets, het schets ook even hoe dat dan te pas komt. Ja, zeker. Ja. We hebben het dan over 1370 of zo? Of ja, ongeveer. Ja, dat kan 1360 geweest zijn. Ja. De brand waarmee het vorige kerk, het koor daarvan verwoest is waarschijnlijk 1347, 1351. Ja, dat schrijf je ook in Haarlem was het toen niet een makkelijke periode. Dus je kunt je voorstellen dat de gang naar een nieuwe kerk lang geduurd heeft. Ja, zoals al die kerken natuurlijk tientallen jaren, misschien wel zelfs zeker, meer dan 100. Zeker. Voor 1370 was er dus een ander gebouw. Ja, weten we enigszins hoe lang dat gebouw er heeft gestaan? Er zijn onderzoeken gedaan naar de opgravingen gedaan. En dat gebouw strekte zich uit van voor het koorhek van het huidige tot aan de achterste pijler. Om bij het orgel. Dat is een flinke kerk. Dat is een flink gebouw. Voor ik die denk tijd, dat als je, ik denk dat je die, ja, ik denk dat die kerk zou wat groter betreft zou kunnen vergelijken met de BAVO in Heemstede ongeveer. Ja. Zo'n lengte. Dat was ook geen kleine kerk. Nee. Onvoorstelbaar. Wat ik altijd bij kerken die al heel oud zijn zo fascinerend vind, is dat ze gebouwd zijn. Ja. Dat het materiaal omhoog, opzij, omlaag, met katrollen. Ja. Ja. Dat is eigenlijk onvoorstelbaar. Heb dat je dat ook, dat je dat zo bewonderd? Ja, dat is onvoorstelbaar. En ik heb ook ben begonnen met het idee waar heel veel mensen het idee hebben van dat er in de middeleeuwen primitieve werkomstandigheden waren. Hoe kan je dat nou sjouwen? De Dark Ages, de middeleeuwen. Ja, nou, vergeet het maar. Vergeet het maar. Het was gewoon een pre-kapitalistische maatschappij waarin ook heel interessante uitvindingen gedaan werden die wij niet eens meer hebben. Ja. Om dingen naar boven te katrollen waren. Dat was dat het beroemde muizenwiel, laat ik maar zeggen. Het loopwiel wat we nog boven hebben in de zolder. Ongelooflijk. Ja, dat is echt bijzonder. Heel bijzonder. Ja, je bent op het idee gebracht, schrijf je, vlak voor corona, begin 2020, door een ontmoeting met iemand. Hè? Vertel dat eens, hoe je op dit idee van dat boek kwam. Van dit boek? Ja, van mijn boek. Van jouw eigen boek? Ja, nou dat is al in 2015. In 2015 werd ik een rondleider. Ja. En toen zag ik al heel spoedig dat er niet echt een boek was wat de bouw vertelt voor leken. En toen heb ik gedacht, als ik dat nou schrijf, dan wil ik het ook zo dat de mensen zich ook kunnen identificeren met de personen die daar die kerk aan het bouwen zijn. Ja. En toen heb ik verzonnen, en dat is een soort splitsen van tijd, dat ik een soort groep maak waarmee de lezer zich kan identificeren van de pastoor, zijn huishoudster, de kapelaans, enzovoort, enzovoort. Het is eigenlijk een roman met reële personen die toen ook hebben bestaan. Misschien heb je er een aantal verzonnen.
Maar zo had het kunnen gaan. Hè? Dat is ja, het zijn twee lagen. Dus deze groep die ik net schets, zou je kunnen vergelijken met bijvoorbeeld Bommel en Bommelstein. Ja. Dat is altijd hetzelfde. Ja, ja. Of met Kuifje en Molensloot. Standaard bewoners. Ja. Of met Donald Duck en Duckstad. Precies, je ziet altijd dezelfde mensen. Nou, dat is die groep die ik schets. Ja. En daarin komen dan historische personen langs. Ja, en dat vind ik fascinerend. Ik heb al uitvoerig in het boek gebladerd, gelezen, dat opeens Philips II daar komt om ingehuldigd te worden. Zeker. Dat is ongelooflijk. En dat is ook zo geweest. In 1549 is hij gekomen. Hij was met zijn vader, maar zijn vader werd moe. En die heeft het Karel in Antwerpen, Karel V heeft het aflaten. Die was moe en die wilde het laatste stukje niet meer meemaken. Nee, die wilde niet meer meemaken. Nee, dus ze zijn via Leiden. Ja. En dan zijn ze al jagend door het bos zijn ze naar Haarlem gekomen. Ze stonden bij de houtpoort te wachten tot hij eindelijk kwam. Ja, na een half uur kwam die en werd het gezongen en geklapt. Het was slecht weer. Dat staat ook in. Dat is allemaal gegeven. Zijn die gegevens allemaal geboekstaafd? Ja, die zijn geboekstaafd. Ongelooflijk. Ja. In verschillende handschriften, verschillende bronnen ook. Ja. 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 En dan had je, dan beschrijf je een maaltijd. Er werd al veel gedronken, veel gegeten en gedronken. Heel veel gegeten en gedronken. Van witte bourgogne tot buitengewoon veel smakelijk gegeten. Ja, Malvezij. Ja. Wat het ook mogen zijn. Precies. En dan beschrijf je dus een maaltijd of een samenzijn waarbij ook nog Egmond en Hoorne en Willem van Oranje. Die waren daarbij. Dat was in 1549. Dat vond plaats bij de Johannieters. Dat is in Jansklooster. Ja. En het is bekend dat zij daar waren. Ja. Dat Willem van Oranje erbij was, is waarschijnlijk, maar niet zeker. Want was heel jong toen nog. Willem was 16 jaar. Ja. Was een beschermeling van Philips II. Ja. En daar was Alva en daar waren Egmond en Hoorne. Ja, die stond gezellig met elkaar te praten. Ja, en little did we know, did they know, dat een tijdje 1567 later. 1567 werden ze bij hem. Onthoofd in Brussel. Ja, precies. Ja. Ja, en je schrijft het heel beeldend, alsof je erbij was geweest als de stadsverslaggever van het Haarlems Dagblad. Dat vind ik leuk om te horen, want dat was de bedoeling. Dat was de bedoeling. En dan heb je je zo ingeleefd in de materie dat je gewoon heel beeldend bent gaan schrijven. Ja, hoe gaat dat? Toen ik in 2015 met dit boek begon, ben ik gaan lezen natuurlijk. Allereerst wat over het BAVO was, maar ook over de stadsgeschiedenis. Je kunt het niet losmaken. En dat is veel, dat is natuurlijk veel geschreven. Dat is heel veel, Hoek zijn Kabeljauwse twisten ook bijvoorbeeld. Ja, die noem je ook nog. Ja. Dat ze daar op de markt twee broers die aan het vechten zijn. De ene bij de hoek en de andere bij de kabeljauwen. Ja. En dat ze dus werkelijk elkaar aanvliegen. Ja. En er staat in het verslag dat het al twee dagen regende, dus het was ook slecht weer, maar dat weerhield ze niet. En dan komt Jacob, mijn pastoor, die dus al die tijd pastoor is, komt dan met de hostie naar het slagveld toe, of naar de markt toe. En ze zijn allemaal christen, dus zodra ze die hostie zien, knielen ze en buigen ze zich voor de hostie. Ja. Dus meteen vochten ze niet meer. Nee. Nou, toen heeft... Zo is het ook gegaan waarschijnlijk. Zo is het ook gegaan, zeker. Ja. En dat was in Amsterdam al eerder gebeurd. Mm-hmm. En daarbij was iemand die het dan opnam voor de pastoor, die was dus vermoord. Ja, dat waren echt tijden. Dat kun je niet voorstellen. Ongelooflijk. En die kerk wordt voortdurend aangepast en verbouwd. Dat is natuurlijk ook al iets geknakt in begin 16e eeuw, las ik. Hè? De grote knak, ja. De grote knak. Ja, dat is een verhaal op zichzelf. Je zou kunnen zeggen dat is eigenlijk het drama van de toren. Ja, die was niet stabiel genoeg. Of die nee. Maar dat is werkelijk een drama, want het hangt met sterfgevallen aan elkaar. Ach ja, natuurlijk. Ja, want toen in 1474 de pijlers er stonden, dat zijn de vier pijlers, door de architect die daar was, die spoorwater, die had op die pijlers natuurlijk een toren geprojecteerd. Ja. Hij zou zo'n beetje beginnen met die toren, toen stierf hij in 1474. Ja, die architecten stierven vrij vaak vlak voordat er weer een gebouwd moest worden. Ja, dat zal geen toeval zijn. Maar, je weet het niet. Maar het ongelukkige was dat er toen geen toren is gebouwd, maar dat er dus een uit Utrecht Cornelis de Waal kwam. Ja. En die zou zoiets gezegd hebben van, mag ik nou eens kijken naar die toren van spoorwater? Nou, dat is eigenlijk een ouderwets torentje, dat verdient Haarlem beter. Ja, ja. En dat ze er toen die grote stenen toren op hebben gezet, waardoor die knak in het fundamenten kwam. Ja. Maar toen was het Cornelis was ook al dood. Ja. Ja, precies. Het spoorwater was dood en deze was dood. Die heeft dus zijn eigen échec niet meegemaakt. Nee, toen kwam Antonius Keldermans. En die, ging verbeteren, maar die heeft ook niets meegemaakt. Die stierf in 1512. Ach, dus drie belangrijke architecten drie zijn eigenlijk architecten achter elkaar. Toen hebben ze gezegd, we breken de zaak af. Ja. En we gaan door. En toen kwam het wonder uit Edam op ons pad. Namelijk? Dat was Jacob. Jacob. Ja. En wat me ook opvalt, dat lijkt wel of je het
over 2023 hebt. Er zijn bouwcommissies en vergaderingen. En er werd wat afgevergaderd en getekend. Ja. En zo zal het zeker gegaan zijn. Ik heb dat een beetje naar moderne snit proberen te doen. Ja, natuurlijk. Ja, maar dan begrijpen de mensen ook wat eraan vast zit allemaal. Mm-hmm. Ja. 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 En er was ook wel zo nu en dan een wens om de kerk dan toch weer te veranderen. Was dat nou een wens om bij de tijd te blijven, om te moderniseren? Of wat dreef nou steeds die veranderingen bij die kerk? Wat zat daarachter? Heb je concreet een verandering op het oog waar je aan denkt? Bij het transept werden we opeens hogere ramen en werd het langer, als ik me goed herinner. En ik zie citaten uit het begin van de 16e eeuw over aanpassingen. We gaan die ramen niet meer zo klein, maar zo groot doen. Soort dingen. Ja. En ik las ook ergens iets over... Het was een schande dat er in een darmvormig aanhangsel moest worden gezeten. Ja, dat heb ik laten plaatsvinden om de Haarlemmers te tarten. Aha. Want die waren blij met dat grote witte koor wat er stond. Ja. En toen kwam een van die mensen in Leiden om te kijken hoe hun kerk erbij stond. En toen zei hij, we zijn echt trots op ons Haarlems koor. En toen kreeg hij op zijn kop. Hoe kunnen jullie in godsnaam kerken in zo'n kerk met zo'n wormvormig aanhangseltje? Ja. Nou, daar werd hij kwaad om natuurlijk. En toen ging hij terug naar Haarlem. Ja. Ja. Maar wat betreft wat je zegt, die veranderingen, het was eigenlijk meer wat je nu beschrijft. Is eigenlijk het afmaken van de kerk door toevoeging van het schip. Ja, dat bedoel ik. En dan moet je eigenlijk zeggen dat Spoorwater, die dat gedaan heeft, zich ontzettend goed rekenschap heeft gegeven van hoe het koor eruit zag. Mm-hmm. Hij had de ramen in het schip had hij veel langer kunnen maken als hij andere dakjes had gedaan. Aha. En dat heeft hij bijvoorbeeld in Dordrecht gedaan, waar hij dus gewerkt heeft. De Grote Kerk in Dordrecht. In de Grote Kerk in Dordrecht. Ja. Maar dat heeft hij niet gedaan. Hij heeft het zo gemaakt dat je bij een eerste blik in de kerk zou kunnen zeggen dat het door één persoon is gemaakt. Eenheid van beeld, van karakter. Ja. Ook een typisch Haarlemse kerk, ook in vergelijking met Leiden en Dordrecht. Dus, Maar als je spreekt over veranderen, dan moet je meer naar Kuipers gaan. Want Kuipers had de neiging om een aantal dingen te gaan veranderen. Dat heeft hij ook gedaan. Ja, maar dan zitten we even een tijdje later. Dan zitten we een tijdje later en dan is het opzet ook heel anders. Dan... Want in de 19e eeuw is er ook nog wel het een en ander veranderd aan de BAVO. Toen is eigenlijk de BAVO in het idee van Kuipers is hij afgemaakt. Ja. Want het moest een grote Franse kathedraal worden eigenlijk. Ja. Ja, welke kathedraal, Bourges valt een keer in het boek. En wat is het voorbeeld vanuit Frankrijk? Chartres? Wat de maatvoering betreft is Haarlem heel bijzonder. Hè? Uh-huh. Dat is uniek in Nederland. En, zo groot en lang. Zo groot. Nou, zo het lengte, maar vooral de breedte. Hij heeft hart op hart, dus in het midden van de muren, heeft hij een 16 meter. Dat is ontzettend. Ja. Dat is net zo groot als Bourges. En als je dus de kerk van Bourges, de plattegrond, op die van Haarlem legt, dan is het ongelooflijk. Het schip en het schip van Bourges passen gewoon op elkaar. Ja. We weten niet hoe het komt. Hebben de mensen die daar aan werkten, de architecten en de bouwers, gingen die dan met een koets naar Bourges? Hoe moet ik dat voorstellen? Ja, dat moet je je voorstellen. Die kerk was natuurlijk in Bourges was al twee eeuwen klaar. Ja. Ik bedoel, hoe noordelijker de gotiek komt, des te later is het. Ze kunnen bijvoorbeeld, wat ik in het boek laat gebeuren, is dat ik iemand, een van de werklui, laat mompelen. De architect heeft het dan over dat hij een grote kerk wil maken. En dan mompelt die timmerman, Bourges. Dat hoort die architect. Ja. En die zegt van, nou precies Bourges. Maar hoe weet die timmerman dat? Heeft geen internet. Maar die timmerman is van een bedrijf wat al heel lang... Zijn vader was timmerman, zijn grootvader was timmerman. En hij herinnert zich, om even te improviseren, dat hij bij zijn grootvader een keer een tekening heeft gezien van een kerk in Frankrijk. En dat was een hele grote kerk. Nou, hij wist niet wat hij zag. En dat zegt hij dan En die ook. Tekeningen die gingen toch van hand tot hand en die reisden wel door West-Europa heen. Dat weten we eigenlijk ook niet. Maar ik vind het toch fascinerend. Heel fascinerend. Het is gezien door Het is gezien. En kijk, zoals bijvoorbeeld de architect Villard Lonnecourt, die heeft dus een boek geschreven. En dat is in Europa verspreid geworden. Ja. Maar het kan best zijn dat zo'n tekenaar van een plaatselijke kerk, Bourges was natuurlijk een grote stad, maar dat was wel midden in Frankrijk, dat die... In het archief zijn terechtgekomen. Misschien ooit gebruikt zijn als boekenkaft, omdat het perkament was. We weten het gewoon niet. Ja. Maar dat fascineert me altijd over die tijd. Ik heb binnenkort ook een gesprek met Henk Looijenstein, die een boek heeft geschreven over de tulpengekte, de tulpenkoorts. Ja? Dat er al zoveel verkeer
was tussen landen onderling en tussen mensen in landen. Er werd toch veel gereisd. Zeker. Onder vrij primitieve omstandigheden. Ja. Ja. En tekeningen kwamen toch van Boerzen naar Nederland. Ja. Dat is fascinerend. Ja, ja, naargelang je maatschappelijke status. Hè? Als je een dienst had met snelle paarden, dan kon je naar Parijs in 3-4 dagen. Ja. Als je ging lopen, deed je er een maand over. Ja, wel best dicht gelopen natuurlijk. Dan de financiering. Was het ook een beetje publiek, privaat? Ja, wat was publiek in die tijd? Je had de stad. Hè? Dat liep niet uiteen. Stad en kerk was één. Stad en kerk was eigenlijk tot één. Tot de reformatie. Ja. Iedereen was katholiek en de zaken liepen volledig door elkaar. Ja. Je had kerkmeesters en je had burgemeesters. Ja. Soms waren de burgemeesters later weer kerkmeesters. Soms waren de kerkmeesters en later weer burgemeesters. Ja. Dat liep helemaal door elkaar. Maar dat is natuurlijk in de 16e eeuw tot een einde gekomen. Dus eigenlijk ja. En hoe was de verdeling daarna? Dan had je de stedelijke autoriteiten, de voedschappen, de burgemeester. Het leek het anders te zijn. Maar in feite was natuurlijk het protestantisme was de officiële staatsgodsdienst. Ja. Dus eigenlijk was het gemeentehuis en de kerkrentmeester ook weer van hetzelfde. Beetje wat je nu hebt met Engeland en de Church of England en de staat. Dat is natuurlijk ook een zekere samengaan. Hè? Ja. Dus de Engelse koning is ook hoofd van de kerk. Hè? Dus na de reformatie was de protestantse kerk de staatsgodsdienst. En liep het ook allemaal in elkaar over, neem ik aan. Ja, en pas natuurlijk met de Franse revolutie is echt een scheiding van kerk en staat. Ja, toen pas. Dat was weer. Maar je vroeg hoe mensen financiering, hoe werd het gedaan? Ja. Ik lees ook iets over de bierbrouwer Jopen, die flink in de buidel tastte. Hoe zat dat dan? Ik heb Jopen ingevoerd om het kapitaal te vertegenwoordigen. En hij wordt hoe langer hoe brutaler. Ja. Hij biedt ook aan om als de toren groot moet worden, om dat dan gewoon te betalen. En iedereen vindt dat fantastisch. En hij wil ook de eerste steen leggen. Ja, dat zou je nu sponsoring noemen. Precies, en dan zouden al die biertonnen zo op de werkplaats, en zou iedereen bier krijgen enzovoort. En daar voelt de pastoor dus helemaal niets voor dat soort. Heb je dat verzonnen of waren de aanwijzingen? Nee, ja, dat heb ik verzonnen. Ja. Maar het gaat zo. Het gaat gewoon zo. Je ziet het momenteel ook. Ja. Ja. Maar een belangrijke bron van financiering, die wil ik graag even zeggen, is de aflatenhandel. En dat is slim. Dat was werkelijk een fantastische vondst van de katholieken. Kijk, je bent verdoemd. Of je gaat naar de hemel. Ja. Tussenwegen zijn er niet. Dus tussenweg is er dus niet. Dus je koopt je af eigenlijk. Hè? Nou, er valt niks af te kopen, want het lot valt hier of daar. Okay, maar en als je heel goed was, dan ging je naar de hemel. Als je heel slecht was, dan ging je naar de hel. Toen hebben ze ongeveer 1200, hebben ze het vagevuur uitgevonden. Ah ja, dat vreselijke vagevuur. En het vagevuur was dus een plaats waar je eigenlijk wel naar de hemel ging, maar dat je nog even schoongespoten moest worden met wat een voorportaal voor de hemel, maar wel een vrij gelouterd, stevig voorportaal. Gelouterd. Ja. En daar gingen de meeste mensen natuurlijk heen. Want niemand was alleen maar goed en niemand was alleen maar slecht. Nee. En in dat voorportaal werd je dus gelouterd en schoongemaakt en gereinigd. En daar kwam dus het verhaal van die aflaten. Want je kon hier op aarde, kon je verblijf in het vagevuur al bekorten. Ja. Door een te gaan biechten. Door naar de kerk te gaan, maar vooral door geld te geven. Maar dat geld gaat dus niet bij de eenvoudige biecht. In het biechthokje werd er niet om munten gevraagd. Dit was een vorm van georganiseerde aflaat. Dit was georganiseerd. Als mensen in de biechtstoel iets wilden geven, dan was dat vrijwillig. Ja. Hoewel het idee dat gebeurde heel veel post vatte. Ja. En er was dus een grote groep gegoede burgers. Haarlem was natuurlijk helemaal geen grote stad. Nee. Hoeveel inwoners hadden we toen? 8.000, 10.000. Ik wou zeggen 15, maar misschien wel minder, 10. Ja. Ja. Maar een deel was, dat zag je ook aan de grote huizen, en was wel gesteld. Ja. Die konden zich ook wat permitteren. Ja. Ja. En die zorgden ook wel voor een zielenheil via de aflaat, het afkopen. En die zo zorgden kwam op die manier voor hun zielenheil. Ja. En zelfs post-mortem, dus na hun dood. Mm-hmm. Want wat rijke mensen deden, was dus een prebend kopen waarbij dus na hun dood iedere week op een bepaald altaar een mis werd gelezen. Ah, dus dat kocht je ook nog weer een jaartje een mis? Kocht je een jaartje, zodat je dus, mocht je in het vagevuur zitten, dat dus die missen steeds maar zouden helpen dat je eerder. En als je heel rijk was, een vorst in Frankrijk deed het, in Bourgondië, die heeft zelfs een klooster gesticht, waar dus monniken werden binnengebracht, die daar dus non-stop, 7:24, voor zijn hemelvaart aan het bidden waren eigenlijk. Tjonge, jongen. Ja, als je dat kon permitteren. Dan moet het wel goed met je aflopen als je dat kan permitteren. Ongetwijfeld zal dat zijn.
Ja. En werd er van die aflaat nou een bewijs, een soort kwitantie uitgeschreven? Ja. Ja. Ja, ik probeer maar even wat te verzinnen. Ja, nee, zo was het ook. Zo was het ook. Ach. Het was pure handel. Het was zelfs een handel in Franse aflaten. Dus dan kwam er een dorp binnen, kwam een Franciscaan binnen met zijn pij en zijn touw om. En die zei van, ik heb een aanbieding. Ik mag van de bisschop, mag ik dit doen? En tegen niemand vertellen, maar ik kom in dit dorp speciaal om jullie de gelegenheid te geven om... Enzovoort. Ik kan bijna zeggen, my god, maar die verzamelde aardig wat geld. En dan ging hij lekker de deur uit. En dan had hij weer een tijdje geld voor bieren eten en weet ik wat. Zo'n monnikboef, ja. Die kon er flink van eten, ja. En daar had natuurlijk de overheid geen greep op deze criminelen. Die gingen gewoon het land door en deden wat ze wilden. Ja. Ja. Dus er was geld vanuit de kerk, tevens de overheid. Ja. Er was geld uit die aflaten. Ja. We zullen ook maar denken dat Jopen of een van die vele andere bierbrouwers ook wat geld gaven. En is er enige schatting te maken? Ja, dat is natuurlijk onmogelijk. De bouw duurde van 1370 tot 15 zoveel. Ja. Hoeveel zo'n kerk heeft gekost? Dat is natuurlijk om niet te beantwoorden vraag. Nee, dat is niet te beantwoorden vraag, nee. Ook niet de currency, hoe noem je dat, van nu of toen. Daar kun je iets mee berekenen, hoe de verhoudingen lagen. Ja, Esther Vink heeft in het Grote Bravo-boek daar een artikel over geschreven, over bekostiging van de... Nou ja, daar zijn geen... Ja. Soms komt er in de rekening komt er een bedrag wat iets gekost heeft. Ja. Bijvoorbeeld het afbreken van de toren... Nadat hij dus die krak heeft 1076 pond gekost. En in drie pond jaar. Is. Ja, wat ja ik weet niet. Of Carolus Schulders, ik weet paar, het ook niet. Ja, misschien een paar duizend euro of zo. Ik heb geen idee. Ik probeer wat heel veel geld was toen. Was heel veel geld. Maar, was het nou ook. Was die kerk nou goed bezocht door mensen die naar de kerk gingen? Of wat? Er werd ook. Was heel goed bezocht. Ze moesten. Eens per jaar moesten ze met Pasen allemaal naar de kerk komen. Je moet je voorstellen, de parochie Haarlem omvatte Zandvoort, Spaarndam, hele regio. Ja. En er waren wel kleine subkerkjes waar ze dan zondags voor naar de kerk gingen. Of over, maar dat was heel klein allemaal. Maar één keer moesten ze daar werkelijk komen, dat was met Pasen. Ja. En met Sacramentsdag. En Sacramentsdag is een heel belangrijk feest in de kerk, omdat in 1200 is dus het wonder van de transubstantiatie afgekondigd door de paus. Dat betekent dus brood en lichaam veranderd in het lichaam van Christus. Ja. Niet materieel, maar dat noemen ze dan substantieel. Substantieel, dus substantiatie, precies. Ja. En dat was het grote feest na Pinksteren was het feest waar iedereen moest komen. En wij weten dat, omdat de Haarlemse Noon, weet je wel, dat is die overval van de soldaten, van tuig, van soldaten in die kerk op 29 mei 15. En daar was veel te halen op 29 mei. Ja. En dat was Sacramentsdag. Ja. En toen waren er 7000 mensen in de kerk. Nou, dat is bekend. Opgewacht. Ja. Ongelooflijk. Ja. En het leven zo om die kerken heen, daar schrijf je ook wel heel beeldend en levend wat over. Staat dan die grote markt vol met koetsen? Of lopen er allemaal mensen? Wat gebeurt er nou op zo'n plein op de grote markt om die Bavo heen. Je bedoelt in het stadsleven? Ja, in het dagelijks leven, maar ook rondom een kerkgang. Ik neem aan dat er wel op zondag was. Ja, ook, dat kan. Ik denk niet dat er veel mensen met koetsen naar de kerk komen. De kerk ligt toevallig in Haarlem, echt precies in de as van het centrum. Dus iedereen moest even ver lopen. Ja, iedereen moest ver. Maar mensen liepen ook veel meer dan nu, neem ik aan. Ja. Ja, ik denk het wel. Ja, dus als je uit Zandvoort of zo kwam, was je een paar uur onderweg? Ja, was je een paar uur onderweg. En dan ging je naar de kerk en dan ging je weer terug? Ja, of ging je eerst even naar een café bij de kerk? Ik wou net vragen, het café en het openbare leven daar in de buurt. Haarlem heeft een zeer grote en levendige horeca. Waren er vroeger ook al allemaal veel herbergen? Ja, en die zijn zelfs bekend. We kennen de Zwaan. Ja. En de Zwaan ligt tegenover, ik denk nu, waar het huis is, waar... de boekdrukkunstkoster is geboren. Ja. En dat komt veel voor in de rekeningen van de kerk. Omdat bijvoorbeeld de architect werd daar gehuisvest met zijn twee zonen. Oh, die zat daar boven de kroeg? Ja, die logeerde daar. Die had daar kamers. En dan was er weer een bedrag aan de waard van de Zwaan overgemaakt. Ja. Voor de kosten van verblijf van de
Ook die documenten zijn dus allemaal bewaard gebleven. Ja. Of niet allemaal misschien, maar wel... Er is in Haarlem heel veel bewaard gebleven. Ja. Ja. Hadden wij al een goed stadsarchief? Is dat toeval? Is dat, ja. Ja, wat we hebben zijn niet de rekeningen zelf, maar we hebben de kladrekeningen. Ah. En in die kladrekeningen staat dus wat geschreven zou worden in de hoofdrekeningen. Die hoofdrekeningen zijn niet meer de echte rekeningen. Nee. Nee. Maar ze bieden een ongelooflijk goed inzicht in wie er zijn. Ja. En vooral... Janssen, de voormalige stadsarchivaris moet hier genoemd worden, die heeft ongelooflijk fantastisch onderzoek gedaan daarnaar. En als je zijn boek leest, nou, je bent gewoon bij de mensen op de steiger. Met vaten bier en noem maar op. En ja, zelfs die ook. Want als architect bijvoorbeeld was komen kijken, dan werd hij met de koets naar huis gebracht, naar Utrecht. En dan, als hij thuis was, dan stuurden ze hem nog een kratje bier na. Ja, ongelooflijk. Om hem goed te stemmen. Ja. Te trakteren. Het heeft wel rendement gehad, want hij heeft natuurlijk iets heel moois gedaan. Zeker. Daar. En wat was voor jou de voornaamste, noem eens een paar, want je hebt ook een briefje bij je, zie ik, om even te kijken. Mm-hmm. De voornaamste ontdekkingen bij het schrijven van dit boek, waarvan je dacht, nou, dat had ik nooit gedacht. Nee. Of was het voornamelijk het bestaande materiaal beeldend weergeven? Je bent geen onderzoeker hier, maar meer een... Ja, volksverteller. Een vertaler, nou, ik moet zeggen dat gaande mijn onderzoek mijn mond open viel. Mm-hmm. Ik heb altijd van kerken gehouden. Ik was op mijn 20e begonnen naar Frankrijk en Engeland te gaan. Ik ken alle kathedralen van Frankrijk en Engeland heel goed. Ben ik meerdere keren geweest. Wow. En ik was Haarlemmer. Ja. En je vergeet je eigen stad eigenlijk. Ik wist dat er een kerk op de markt stond. Ja. Ja, ja, ja. En ik kwam er wel voor concerten, orgelconcerten. Ja. Maar pas toen, 1915, toen ik dus een rondleiding had meegemaakt. En met Penny Zandvoort. Ja, dat schrijf je met die man. Inderdaad. Daarna ben ik pas gaan kijken. En toen werkelijk, mijn mond viel open. Wat dit voor gebouw is. We hebben geen, tenminste, ik had geen idee dat hier in Haarlem zo'n bijzondere kerk stond. Mm-hmm. Het is werkelijk, het is, chauvinisme. Ik bedoel, niemand hoeft me te geloven. Maar het is gewoon nationaal, internationaal gezien, een unieke kerk. Het is echt, en dat gevoel werd steeds maar meer. Dus we hoeven niet met de mond van verbazing bij Chartres of Canterbury te staan. We hebben zelf een pronkstuk. Is er een, verkeerde vraag, is er een top 10 of een top 5 of een top 3 van de mooiste kathedralen van West-Europa? Nou, dat kan ik alleen maar zelf beantwoorden. Ja, probeer eens. Dan is voor mij de kathedraal van Laon, boven Parijs, waar ik altijd heen ging. Ja. En ik vind Bourges een fantastische kathedraal. Ja, Bourges is een fantastische kathedraal. Amiens ook prachtig, ja. Ach ja, en Engeland. Engeland. Illy. Heel groot. Ja, prachtig. Ja. En, nou ja, in Haarlem, in Nederland, is natuurlijk aanvankelijk... Ja, Den Bosch, dat was natuurlijk de echte kathedraal. Ja, Den Bosch is natuurlijk wel de kathedrale-kathedraal. Ja. Dat blijft natuurlijk... De kathedrale-kathedraal, maar dat is een 19e-eeuws gebouw nu, hè? Dat is waar. Die is helemaal uitgewoond, helemaal opnieuw. Ja, dat is waar, maar blijft natuurlijk een waanzinnig mooi gebouw. Ja. Mag ik een vraag stellen? Ja. Sint-Jan, welke kerk denk jij dat groter is? Als je zo... Nou, dat is natuurlijk is een strikvraag, dan is het de BAVO, want anders was het geen strikvraag. Ja, dat heb je goed begrepen. Ja. Dat heb je goed begrepen, maar als je dat nou niet begrepen had... Nee, dat denkt iedereen, de Sint-Jan, omdat het zo'n ongelooflijk grote... als je er omheen gaat, is het een heel... Ja, het is, zeker. Je bent langer bezig om er omheen te lopen dan om de BAVO. Zeker, en het is ook wat dat betreft ook een echte Franse kathedraal, want als je binnenkomt, dan zie je alleen maar een reine ruimte. Ja, en zeker. Buiten zie je alles wat nodig is om die reine ruimte omhoog te houden. Want hier in Haarlem fiets je of loop je betrekkelijk snel om die BAVO heen. Hè? Maar toch zit daar het verschil niet in. Ja? Want het grappige is, als ik het tijdens een rondleiding vraag, zegt bijna iedereen, Den Bosch, dat is helemaal geweldig. Dat is geweldig groot. Als je je voorstelt dat Haarlem, dat het een doos is. Mm-hmm. Gewoon het middenschip, hè, dus. Ja. En het dak is een deksel. Als je die open doet... Ja. En je doet hetzelfde bij Den Bosch, dan haalt dus het middenschip. Dan pak je de Bosch op en je zet hem zo bij Haarlem naar binnen en dan kan de deksel nog dicht ook. Ongelooflijk, ja. Dat... Hoe is het mogelijk? Dat zou je nooit zeggen. Is dat een kwestie van ontzettend knap bouwen? Of is dat is een kwestie van proporties. Proportie, ik wou zeggen maatvoering, proporties. Als je binnenkomt in Den Bosch, dan zie je een kerk van 27 meter hoog en 9 meter breed. Dat is een proportie van 1 op 3. Ja. Als jij in een ruimte komt... die veel smaller is dan hoog, laten we zeggen boven de 1 op 3, wat in Frankrijk voorkomt, dan ben je geïmponeerd. Je bent helemaal overweldigd door die ruimte die er komt. Ja. Ja. Haarlem is 14 meter breed en is 28 meter hoog. Dat is een verhouding van 1 op 2. Dat geeft een enorme rust.
Ja, Haarlem is dus niet, laat ik zeggen, imponeert door zijn rust. Ja. En niet door zijn volume en zijn proportie. Ja, is dat en een omdat beetje je, de... Zeker, en omdat je een stap moet zetten om geïmponeerd te worden door rust. Ja. Want dat word je aanvankelijk niet. Nee, dat is, ik ben er inmiddels zeer geïmponeerd door. Maar het imponeren vindt vooral plaats door die engte waar je in moet. Hè? Ja. Nou, dus dat is de reden. De Sint-Jan past gewoon in de BAVO. Ja. Toch even maar de vraag is, ik zie ook het grote BAVO-boek van Henk Kaan, die hier te gast was in vorig jaar. Ja. Is de BAVO af? Is de BAVO klaar? Wordt er ooit nog eens een keer iets wezenlijks verbouwd of veranderd? Of is het een kwestie van onderhoud? Ja. Komt er nog ooit een knak? Ik denk dat onderhoud plaats is en onze vereniging doet daar ook heel veel aan. Hè? Ja. Maar om niet te zeggen, of dat is helemaal aan wie je het vraagt. Ja. Als Kuipers nu hier zou zitten, Pierre Kuipers, en je zou vragen, heeft Kuipers is de kerk af? Nee, we moeten nog luchtbogen maken. Oh, ja, want dan is die kathedraal pas echt af. Ja. Ja, maar als je dat aan Van der Steur vroeg, die dan zegt, alsjeblieft niet verder. Hij is echt wel af nu. Niet verder. Ja, je mag van mij die pinakels er nog afhalen ook boven. Is er nog veel onderhoud nodig? De vrienden van de kerk doen daar veel aan, het kerkbestuur en zo. Maar, dat weet ik zelf niet. Ik denk van wel. Maar ik denk dat er voortdurend mensen op pad zijn die kijken hoe het met het houtpulp is die uit de balken komt. Naar constructies. Ik weet dat er in de toren heel veel mensen zijn die bezig zijn om te kijken of die ankers goed zitten. Ja. Dus daar wordt echt goed op gelet nu. Ja. Een gekke gedachte en een gekke vraag, maar over 100, 200 jaar... Staat het stadhuis er nog? Staat de BAVO er nog? Staat Koster er nog? Ik vind dat een hele trieste vraag eigenlijk. Ja. Want er zijn zoveel redenen waardoor die kerk er niet meer zou kunnen zijn. Nee, brand. Het zal niet zijn doordat die instort, omdat die bouwvallig is. Nee, dat niet. Deze kerk heeft nu 600 jaar staat hier nog. En hij kan nog 500 of 600 jaar staan. Maar wat... En nooit door oorlog gekwetst. Oorlog, klimaat, zeespiegelstijging. Dat zijn allemaal hele nare dingen die nog kunnen gebeuren. Ja, daar moet je niet aan denken. Daar moeten we maar niet aan denken. We hebben vanmiddag wel gedacht aan het prachtige kerkgebouw. De BAVO. En Koen van mij die een prachtig boek heeft geschreven. Hier staat het over Haarlem voor BAVO, uitroepteken. Mooi verzonnen. Prachtig boek en een heel mooi beeldend verhaal. Dankjewel dat je hier was. En over een paar weken krijgen we hier de man van voorheen de katholieke BAVO. Dus het is echt BAVO-weken in de petterij. Dank u wel. Goed. En een fijne dag nog. Ja.